de eerste psychose overkwam me. De tweede en de derde heb ik aanzien komen en ik heb besloten om psychotisch te worden. Omdat ik nog van de generatie ben die niet mocht praten over wat hij meegemaakt had tijdens de psychose, dus ging ik het zelf uitzoeken. De tweede poging eindigde in een rechtelijke machtiging. De derde poging ben ik op de vlucht gegaan, ben ik ook 2 jaar dakloos geweest en psychotisch. Toen heb ik het uitgeziekt, zoals ik dat noem. Ik heb gewoon alles voorbij zien komen. En na 2 jaar was ik moe en heb ik me laten behandelen, medicatie geaccepteerd en hier ben ik. De tweede en de derde psychose kan ik me allebei de keren een moment herinneren dat ik dacht van of ik ga nu hulp vragen of ik word weer psychotisch. En allebei de keren heb ik bewust bij mijn volle verstand besloten om psychotisch te worden. Ik was toen geen slachtoffer. Ik heb een crisiskaart gemaakt en ik heb een oud collega van een ACT-team in Haarlem waar ik mee gewerkt heb bereid gevonden om de uitvoerende te zijn op mijn crisiskaart. Hij weet precies wat ik wel en niet wil. Een van de dingen die ik niet wil is dat mijn familie betrokken wordt. Punt. En ik heb hem ook gezegd, als ik psychotisch ben, is het inspuiten, oppakken en meenemen, want ik wil niet dat mijn kinderen me ooit zo meemaken. Is mijn besluit bij mijn volle verstand.